Nou, met wie heb ik hier het genoegen? Met Marten Kruijf, voormalig militair vanaf 1977 op de KMA opgekomen. 2016 afgezwaaid als commandant landstrijdkrachten. En op missie geweest in Bosnië en Afghanistan. Oké. En de eerste keer dat je nu de expositie meemaakt? De expositie wel. Ik heb wel delen al gezien. Ik heb bijvoorbeeld het kunstwerk voor Tom Christ. Mm-hmm. Heb ik al gezien. Ik ken de ouders van Tom Christ goed. En welk kunstwerk is dat? Dat is met de beide handen. Okay. Wat op het podium staat. Ja, van Jelmer. Met de gesloten handen met het touw eromheen. Ja, ja. Mooi kunstwerk? Ja, heel mooi. Is dat... Kijk uit. Nee, maar heel indrukwekkend. Sowieso, hè. Ik ben natuurlijk al wezen kijken wat ik er allemaal zie. Aandenken ken ik ook het schilderij beneden, kende ik, met de Afghaan die daar zit. Maar bijvoorbeeld het kunstwerk voor, van de handen, doet het ook iets met u? Betekent het iets? Ja, nee, zeker ook omdat ik het verhaal erachter ken. Ik ken het verhaal van de familie Christ. Ik ken de ouders goed. De moeder van Tom zegt altijd bij beedigingen, bij... De Limburgsjaar vertelt altijd een verhaal over wat daar is overkomen. Dus de context en de achtergrond van het verhaal, dat ken ik heel goed. Oké. Okay. En hoe beleeft u de locatie hier met alle kunstwerken? Ja, is voor mij natuurlijk... ik ben hier ook groot geworden. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Ah. Ik heb mijn eerste jaar als luitenant doorgebracht op de Saxe-Weimar-kazerne. Dus vlak de in de buurt. Die is nou niet meer, dus om de hoek. Dus ik ken deze omgeving echt als mijn duimpje. En ik weet ook de ontstaansgeschiedenis hiervan, hè, de relatie met Indië. Ik heb heel veel zaken mogen doen met Britten. Nou, dan heb je ook de link met Market Garden. Dus, wat is de relatie met Indië? Nou, we hadden bijvoorbeeld in Afghanistan hadden we een Britse parachutistenbataljon, Tupara. Dat is ook degene die hier zijn gesprongen op de brug. Hier zijn gesprongen op de brug en John Frost is degene die met zijn bataljon, Tupara, bij de brug is gekomen en daar 3 dagen heeft stand gehouden. Ja, dat heeft te maken met wat hier gestationeerd is? Nou, een van de redenen wat veel mensen niet weten is dat hier het centrum was van de Duitse nachtjagers in de Tweede Wereldoorlog. Een hele grote bunker vlak in de buurt. Maar de Britten bang voor de vele luchtafweer die hier stond. En daarom sprongen ze in Ede. 15 kilometer hier vandaan. Ja. Achteraf kun je over praten, maar deze luchtmachtbaas heeft ervoor gezorgd dat ze heel ver gingen springen. En is eigenlijk dus ook een beetje aan bijgedragen dat uiteindelijk de slag tot en met Arnhem geen succes werd. Ja, dus het is eigenlijk een historisch grondgebied. Het is zeker een historisch grondgebied, ja. Doet de expositie er nog zo'n beetje eer aan? Nou, het is een schitterende plek, want je hebt een mix tussen militaire historie, het filosofische en het religieuze, wat militairen ook gewoon altijd voelen als ze op missie zijn. En de link tussen de mensen die er offer voor hebben betaald en die naast bij hen staan. Dus ja. Komt allemaal samen hier. Ik heb zeg maar in de reeks aan gesprekken die ik gevoerd heb met verschillende veteranen. Want ik weet zelf niks, ik ben een beetje de onwetende burger hier in dit hele geheel. Toch wel geluiden hoort dat de militair, de veteraan notabene, een soort van met goede intenties, vaak ook heel jong, uitgezonden wordt, terugkomt en dan een beetje in een verval raakt in de zin dat er niet echt gepraat kan worden over wat daar gebeurd is. Dan wel niet dat het niet mag, dan wel niet dat het niet kan of dat er zelf keuzes worden gedaan dat er niet echt over gepraat wordt. Is dat iets wat je ook zo ervaart? Nee, het is niet het beeld wat ik heb. Okay. Nee. Kijk, als je heel cool naar de cijfers kijkt, hè, dan zijn er een aantal veteranen die hebben tijdelijke problemen als ze terugkomen. Slapeloosheid, geïrriteerd zijn, weer wennen aan een maatschappij met luxe en klagen en noem maar op. Nou, dat klinkt heel bekend. En je hebt ongeveer van de 100 soldaten die uit zijn, heb je 3 of 4 die echt serieuze medische klachten hebben. En die dus echt professionele medische zorg nodig hebben. Ik vind dat beeld van de veteraan dat we moeten bijstellen. Ik vind... Als ik kijk naar andere landen, en ik heb heel veel ervaring door, ik heb ook gewoond in Duitsland en de Verenigde Staten, dan is de veteraan niet iemand die zielig is of aandacht nodig heeft. Eigenlijk hebben we een goed veteraansysteem, is er veel aandacht. Wat we veel beter zouden kunnen, is de veteraan in de kracht zetten. Ja. Want de veteraan komt vaak sterker terug, komt beter terug, weet wat hij of zij kan, wat hij of zij niet kan. En heeft daardoor een enorme meerwaarde aan de maatschappij.
En daar moet je van uitgaan. Dus veteranen moeten niet alleen koesten, maar ook gebruiken. Ik zal een heel simpel voorbeeld noemen. We weten dat we heel veel kinderen in de jeugdzorg hebben in Nederland. Er is een verband tussen schoolverzuim en kinderen die in de jeugdzorg komen. Ja. Ik zeg je, als je twee veteranen op een middelbare school zet, heb je binnen een jaar het schoolverzuim met de helft teruggebracht. Waarom? Omdat die veteranen gaan naar de familie toe, gaan naar de ouders toe. Die maken een band. Dat is het verschil. Dus een andere vorm van betrokkenheid. Ja, een enorme meerwaarde heb je. Als er iets nodig is, in deze maatschappij, veel mensen vragen, is een stukje vorming. We hebben niet voor niks over kinderen in de jeugdzorg. Of jongens die thuis op de waaijong zitten, omdat ze 18 jaar zijn en overal uitvallen. Terwijl al die jongens en meiden, die kunnen wat uniek is. En dat moet je leren ontdekken. En dat doe je door een beetje rust, orde, regelmaat, maar ook een klop op de schouder en ook aandacht. Veteranen kunnen dat voor een groot deel. Ja. Dus je kunt veel meer gebruiken om ook de maatschappij meer waarde te geven. Dat is heel hard nodig. Ja, maar zoals Amy altijd beschrijft, hoe dit is voor veteranen om aan te werken als een missie. Ja. Want dat is dan een beetje, denk ik, wat wegvalt. Je bent daar op missie met een doel en dan kom je in de maatschappij en dan is er geen missie en dus ook geen doel. Weer, als ik jou zo hoor, een nieuwe missie creëren. Ja, die kun je zelf gewoon zoeken. Okay. Zelf zoeken. Maar ook de maatschappij kan erbij helpen. Hè, door te accepteren dat veteranen niet eng zijn, maar een meerwaarde hebben. Ja. Dus als gemeente zou ik ze opzoeken. En ik zeg, jongens, wat kunnen jullie voor mij betekenen? Ik heb een probleem. Kunnen jullie me daarbij helpen? Ja. Kunnen ze. Dus je moet als een kans zien. Dus waardeer de veteranen en zet ze ook in voor iets. Ja, natuurlijk. Het zijn allemaal mensen die het hebben meegemaakt. Hè, die evenwichtig zijn, niet zo zich uit het veld laten slaan. Dus allemaal capaciteit, daar kun je hartstikke veel mee. Is dat ook zoals je zelf erin staat? Met nou, ik ben, wij zijn ooit bij de Lammers zijn begonnen met jongens en meisjes in dienst te halen die geen verklaring voor geen bezwaar kregen. Maar eigenlijk een wonder was dat ze die niet, dat ze maar twee of drie kleine vergrijpen hadden aan vanwege de sociale omgeving waar ze vandaan komen. Mm-hmm. Dat project loopt nu 10 jaar. En we zijn nu bezig met jongens die en mij die in de waaijong zitten. Dus ben je 18 jaar, val je uit de jeugd, zit je thuis op de bank. Mm-hmm. Om je alsnog in dienst te kunnen brengen. Die hebben geen MBO 2, dat moet je hebben. Maar als ze nou eens anders doen, zet ze 6 maanden in de voortraject. Leer ze capaciteiten, kijk wat voor vaardigheden ze hebben. En kijken of je dan een baan in dienst kunt geven. Ook al slaagt maar een kwart, 25%. Elk kind thuis op de bank in de waaijong kost je 100.000 euro per jaar als gemeenschap. Daar is zoveel te winnen. Ik denk dat alleen al dat proces meemaken al een meerwaarde is. Dus daar zijn we hard mee bezig. Daar gaan we maandag weer mee verder. Gewoon met het diepe geloof dat elk mens wel wat heeft. Als je dat kunt vinden, kun je dat gebruiken. Ja, mooi. Nou, verder nog iets toe te voegen? Volgens iets mij wat, is dit waar een raad. Dit is gewoon, zoals het Achterhoek zet, niet te veel nuilen, maar dram. Dat is goed, dan houden we het hierbij. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Dank je wel.